Dit is een bedrag dat sinds 17 maart, de dag van de verkiezingen, via Nederland aan belasting is ontweken. En dat bedrag loopt per seconde met bijna 1000 euro op. Daarom roept een brede coalitie van maatschappelijke organisaties het nieuwe kabinet op de strijd tegen belastingontwijking op te voeren. Daarvoor is nodig dat Nederland internationaal het voortouw neemt. Daarvoor moet er een einde komen aan de constructies waardoor bedrijven Nederland als doorstroomland kunnen gebruiken. En daarvoor is nodig transparantie, transparantie, transparantie. Alleen zo kan er een einde komen aan de bedroevende status van Nederland belastingparadijs.